Wat leuk dat je mij gevonden hebt op Tuinplezier. Met enige regelmaat laat ik mijn stukken zien met bloemen en planten die ik maak. Maar ik laat het wel zien op een eenvoudige manier, zodat jij zelf thuis het ook kunt maken. Ik ga het stap voor stap doen en deze week in het kader van Tilantia. Vandaag gaan we een Tilantia hanger maken in een kokedama. Om die kokedama die hanger te vullen, wat heb je dan nodig? Steekschuim voor droogbloemen, draad, een mes, een tang, krammen. En ik heb een selectie aan Tilantia. Ja, en we gaan aan de slag. Stap 1. Ik heb het schuim gesneden, het steekschuim. Dit is grijs steekschuim voor droogbloemen, want je hebt ook een groene variant en die is voor snijbloemen. Die neemt water op en deze stoot water af. Want je moet weten, een Tilantia, als je die gesproeid hebt of water gegeven hebt, moet het weer op kunnen drogen. Dat is belangrijk. Zou je een Tilantia wel in groene steekschuim zetten, gaat die rotten. Dat wil je dus niet. Ik begin met Tilantia op 3 punten. Ik begin hier en ik zet het dus vast met een kram. Ik heb hier een Tilantia xerographica. Ja, Zuid-Amerika, daar groeien ze onder andere in bomen als epifiet zijnde. Daar halen ze het vocht uit de lucht, de voeding uit de lucht. En deze worden in Guatemala gekweekt. Wat ook een leuke bekomstigheid is, het is uit de bromelia-familie. Maar wist je trouwens, ik heb hier wat staan, de ananasplant is ook een bromelia-achtige. Ik plaats het ijzerdraad onder de schutbladeren. Dus dat beschadigt je helemaal niks. En ik sla hem iets om. Tilantias zijn natuurlijk ontzettend divers qua platform, maar ook de kleur. En zeker Tilantias die kunnen ook gaan bloeien, wordt het hart bijvoorbeeld rood van kleur. Ja, ik vind het zelf ontzettend mooi om met grijs tinten te werken. De grote Tilantias heb ik niet op draad gezet, maar die hebben zulke lange bladeren, die vouwen als ware zich om de kokedame heen. Ik heb voor deze hanger heb ik dus kokedama gebruikt. Dat is gepest kokosvezel. Het wordt in Sri Lanka gemaakt, maar het wordt al honderden jaren wordt het gebruikt. Er zit zelfs een coating in. Het is volledig biologisch. En door de kokosvezel heeft het zeker een natuurlijke uitstraling. Zo is hij geworden. Gaaf, hè? Maar nu de verzorging. Ook belangrijk. Ik heb hem net al gespreid. 1 keer in de week. Een speciale spray mag ook een keertje regenwater zijn. En, wat belangrijk is, hang de Tilantia niet in de volle zon. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.